Zo ziet het er nu uit en zo komt het eruit te zien. De opbouw van de Passion Passionwassenaar in de Messiaskerk is in volle gang. Na twee jaar mag het muziektheater eindelijk doorgang vinden. Donderdagavond vindt de voorpremiere plaats, maar tot die tijd moet er nog een hoop gebeuren. Nou, we lopen lekker op schema. Het podium staat er al, de trust staat er al. En de mannen achter mij zijn nu bezig met het licht. Uh, morgen gaat het geluid erin, dan gaan we ook een stuk decor al uh, bouwen. En dan uh, woensdag de eerste technische voorbereiding met de kast en het orkest uh, en het koor... om dat, uh, om dat allemaal nog uh, te fine-tunen. Logistiek moet er ook nog een hoop gedaan worden in de kerk. In totaal worden er maar liefst zes vrachtwagens aan materiaal geïnstalleerd. Nou ja, uh, we hebben een uh, grote soort blok in een, uh, in een kerk. En daar uh, hebben we eigenlijk een paar elementen ingevoerd, waardoor je een, uiteindelijk een uh, soort kruis krijgt uh, waar omheen gespeeld gaat worden. En dus aan uh, de ene kant heb je het orkest en het koor. En daarnaast heb je ook nog spelers op het podium en die onder het kruis zijn spelen. Uiteindelijk wordt de hele zaal benut. Dus uh, mensen die in het publiek zitten, die zitten heel van heel dichtbij, die zo meekrijgen. De Passion Wassenaar vertelt het paasverhaal zoals het in de Bijbel staat geschreven. Het is vergelijkbaar met de Passion die jaarlijks op landelijke tv te zien is... Maar toch ook helemaal anders. Ja, het is natuurlijk wel heel anders dan op tv. Want we hebben het, het tv-format natuurlijk een beetje gekruist met, uh, met g cry Superstar. Het is natuurlijk wel echt een theatervoorstelling. We willen het ook weer geen musical noemen, want dat, dat is het ook niet helemaal. Maar het is echt ja, een, een muziektheater, uh, kun je het eigenlijk wel het beste, het beste noemen. Wie een van de vier voorstellingen wil bijwonen, moet snel zijn. Er zijn niet veel tickets meer over. Vrijdagavond uitverkocht. Zaterdagavond nog 20 kaartjes volgens mij. Zondagmiddag nog 15 kaartjes. Zondagavond hebben we er nog wel een aardig wat kaarten nog in de verkoop. Maar met name de, de zaterdagavond en de zondagmiddag. Als je nog wil komen kijken op die dagen, dan moet je heel snel zijn. Hij belooft dus een druk en muzikaal weekend te worden in de Messiaskerk. Toch is er één moment waar het meest naar uitgekeken wordt. Nou, ik, 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 ik zal niet zeggen dat het uh, volgende week maandag is, als het allemaal voorbij is. Nee, nee ja, ik kijk wel uit naar de première. Dat is natuurlijk wel het moment dat alles ja, voor het eerst echt uh, gaat gebeuren. En dat je echt voor een, um, voor een hele zaal uh, gaat spelen. En uh, ja, ik denk dat, dat onze, onze spelers en orkesten en alle medewerkers daar ook wel naar uitkijken. Die première is toch altijd iets speciaals? Ja.